kijk maar naar Wilders. Hij zegt, die gast die de boel verzieken, afpakken die paspoort. Hij heeft gelijk. Schoolgaande. Het gaat fenomenaal. Het was afgelopen week flink onrustig hier in de Schilderswijk. Jongeren draaiden woensdagavond de brandkranen open en keerden zich hierna tegen de politie. En die kreeg het flink te verduren. Er werd namelijk met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Het was zelfs zo erg dat de agenten zich moesten terugtrekken. Er volgden hierna nog een aantal avonden met rellen. Er werden brandjes gesticht en volop vernielingen gepleegd. De vraag is, waar komt dit ineens vandaan? Wat was het dan allemaal van de week? Ellende, hè? Ik weet er niks van. U heeft niks meegekregen? Nee, ik weet er niks van. Wat was er dan gebeurd? De politie werd de wijk uitgejaagd? Ik weet er echt niks van. Nee. Ik heb geen idee. Maar u woont wel hier? Ja. Lijkt me oorlog. Ja? Heb je het zo ervaren? Ja, ik denk ook dat ik met de hitte te maken heb en weet ik dat allemaal. Waar kwamen die rellen van vorige week nou vandaan eigenlijk? Nou, die jongens hebben eigenlijk niks om te doen. Ze hebben niks om te doen. Aandacht trekken. Nou kijk, weet je, het heeft te maken met de weer. Het is warm weer. Weet je, die gasten willen opfrissen. Ja, dan gooien ze de brandkraan open. Ja, dan gooien ze de brandkraan open. En van wijkagent mocht het. Weet je, gooi maar open. Hè, spring even onderin. Is lekker fris. Weet je, oké, het is leuk. 5 minuten is leuk. Maar weet je, houd het ook aan de regels. Dan begon ze met eieren te gooien en met stenen te gooien. Het slaat nergens op. En daarna knokken erbij. Je hebt het allemaal gezien? Ja, tuurlijk. Ik heb hem ook opgenomen. Oh, je hebt gefilmd? Het staat nergens op wat ze doen. Speel ik voor jullie kankermoeder. Het liep flink uit de hand, hè, afgelopen week? Ja, het liep zeker een beetje flink aan de hand, maar... Was je er ook bij? Ik was er niet bij, nee. Okay. Weet jij waarom het nou was? Zeg maar, ik weet het eigenlijk niet precies, maar wat ik denk is zeg maar, ik weet niet, we worden hier niet goed behandeld, zeg maar. Wie? We worden niet hier op onze eigen rechten behandeld. Wie? Met respect, wij, iedereen, jongeren, ouderen, zeg maar ook hoe je het kan zien. Zeg maar, als jij een keer gaat solliciteren of zo. Je voelt je gediscrimineerd, juist, zeg je? Dat. Ik voel me zeg maar lager dan anderen. Terwijl dat eigenlijk ik hoor het niet zo te voelen. Nee. Want wij zijn eigenlijk allemaal mensen. En jij zegt dat daar de rellen vandaan komen eigenlijk? Daar is het een beetje begonnen. Ben je geschrokken van wat er is gebeurd afgelopen week? Deels wel. En deels ook niet. Waarom ik dat zeg is omdat de wijk die heeft een bepaalde... een bepaalde cultuur, wijkcultuur, zeg maar. En, als dit erbij hoort. Op een of andere manier, nee, ik zeg niet dat het erbij hoort, maar op een of andere manier kan het hier net wat sneller omslaan dan op andere plekken in Den Haag. Laten we daar wel eerlijk over wezen. En dat is nu ook weer gebeurd. Hè. Gewoon een aantal goede ingrediënten bij elkaar. En dan kan het zo uit de hand lopen, man. En wat waren die ingrediënten volgens jou? Nou, ik denk de wat je de afgelopen dagen ook veel hebt gehoord. Verveling, corona, warmte. Maar goed, daar hebben we allemaal last van. Maar ik denk ook wel wat meer andere onderliggende problemen. Ja. In de wijk? Ja, niet per se in de wijk. Ik denk een landelijk probleem hebben wij. Ja. Ja? Weinig kansen, weinig stageplekken, weinig kansen op de arbeidsmarkt. Mensen die gediscrimineerd worden. Ja. Ik denk niet dat dat direct invloed heeft, want ik wil niet één hele groep zeg maar, over inkomen scheren. Maar ik bedoel, het zijn allemaal individuen en iedereen heeft zijn eigen reden om iets te gooien of iets te roepen of erbij te zijn. Wat vond jij er eigenlijk van dat de politie de wijk uitgejaagd werd? Dat was een triest beeld. Dat was een triest beeld, maar die gasten, die politie had er harder aan moeten pakken. De politie had die jongens harder aan moeten pakken? Tuurlijk. Ja. Pakken en dan de land uitschoppen. En dan moet je kijken of je zoiets nog mee gaat maken. En waar moeten ze heen dan? Ja, terug naar het eigen land. Terug naar eigen land. Weet je, als we in Nederland wonen, we moeten aan de regels houden. Kijk maar naar Wilders. Hij zegt, die gast die de boel verzieken, afpakken die paspoort. Hij heeft gelijk. We zijn wel gewend van deze buurt. Het gebeurt wel echt vaak. Dat de politie wordt weggejaagd? Ja, eigenlijk wel. Als er zoveel jongeren zijn, dan ja. Het is gewoon een beetje normaal geworden in deze buurt eigenlijk. Er staat een politieauto.
wordt gewoon tegenaan geschopt. Stenen tegenaan gegooid. Maar kijk, dat zag ik ook. Dat is zeg maar die... stukje wat in slechte beeld wordt gezet. Wij zijn niet zo. Ja, dit is toch gewoon wat er gebeurt? Ja, maar dat is alleen precies die stukje. Ja. Maar op die stukje wordt wij eigenlijk een beetje, zeg maar... Op die stukje wordt wij, zeg maar, eigenlijk... Hoe kan ik dat zeggen? Beoordeeld. Dat de politie wordt weggejaagd of is weggejaagd... gaat mij constant te boven. Ja. Want zij hebben macht om een en ander te doen. Yo, pak die gummy. Geef ze een paar op hun poot, dat is zo afgelopen. Aanpakken, hup, zo de cel in. En dan gaan we je moeder en je vader laten komen. Ja. Dan zij nu betalen wat zij gesloopt hebben. Ja. Is niet goed, het is zeker niet goed. Maar waar komt het vandaan? Waar het vandaan komt ineens. Is zeg maar, de droppel is gevallen, zeg maar. Ja, uit die brandkraan? Nee, niet uit die brandkraan, maar gewoon de druppel is gewoon aangekomen, zeg maar. Het kon niet meer erger. Het is een beetje te erg geworden. Want mensen zeggen ook, het komt door verveling. Nee, het komt misschien ook wel door verveling, maar ik denk het niet. Het is gewoon ook echt meer gewoon omdat wij hier minder waardig worden behandeld. Dat is het eigenlijk.